Bij Avico hebben we het zo georganiseerd dat de business controller hiërarchisch valt onder de operationele managers. Dat geeft hem de mogelijkheid om relaties aan te gaan binnen de discipline. En hij is daarom wat minder de politieagent. Dat hebben wij bewust zo georganiseerd. Je ziet vaak ook dat een business controller rapporteert aan een CFO. Maar dat willen we niet. Hij is eigenlijk de vooruitgeschoven post van finance in de operationele organisatie. Het voordeel is dat hij daardoor dat hij eigenlijk rapporteert aan de operationele lijn en daardoor zelf niet vooringenomen richting finance is. Dat men ook veel minder het gevoel heeft dat er een politieagent op hen zit te letten, zit na te rekenen, die bezig is met allerlei controles. Maar hij is echt ten dienste van het operationele management en helpt hen om de business te runnen. Nou, een belangrijk onderdeel is dat een business controller zijn blik naar buiten gericht heeft. Ik moet zeggen, daar besteed ik zelf ook veel tijd aan. Dat verwacht ik eigenlijk ook van mijn controllers. Dat ze gevoel hebben voor wat er in de inkoopmarkt speelt. Je kunt je voorstellen, wij verwerken ongeveer 1,7 miljoen ton aardappels per jaar. Nou, elk jaar is een nieuw jaar. En elk jaar hebben we weer uitdagingen wat betreft de oogst. Je wilt dat controllers het gevoel hebben wat dat betekent voor het risico binnen het bedrijf. Hoe kun je daar beter op inspelen? Soms moeten we juist versnellen met verkoop. Soms moet de verkoop wat langzamer plaatsvinden. Soms is er wat meer druk op een productiecontrole om de goede partijen aardappelen wel te verwerken, anders niet. Dat kan iemand eigenlijk alleen maar beoordelen als hij gevoel heeft van waar Avico staat in de markt. Dan kan hij zijn bijdrage leveren. Daarnaast merk ik ook zelf, als je onderhandelingen voert met potentiële acquisitiekandidaten, dan is het belangrijk dat je met hen ook op niveau mee kunt praten over hoe zit de markt in elkaar, waar zitten de opportunities, waar zitten de risico's, zodat je een goed gevoel hebt hoe je je business kunt doen in het bedrijf. Nou, het begint eigenlijk met je cijfermatige onderbouwing. Je bent een vakman en je begint als vakman. Dus het gevoel van hoe een financieel resultaat gemaakt wordt, het verschil tussen debet en credit, is belangrijk. Maar hoe vertaal ik die boekhouding richting het operationeel management? Ja, daar komt de business controller eigenlijk in dienst. Dus hij moet eigenlijk zijn voeten wel in de klei hebben van die financial accounting. Maar van daaruit moet hij de cijfers gebruiken als een uitdaging naar het operationeel management toe, van wat kun je er nou mee, waar gaat het goed, waar kan het beter en ook met name waar zitten risico's en hebben die wel voldoende afgedekt en hoe ontwikkelen de risico's zich naarmate het bedrijf verandert. We leven in een sterk veranderende wereld en binnen de foodindustrie merken we dat heel sterk doordat bijvoorbeeld het aardappelareaal dat vermindert omdat er steeds meer concurrerende gewassen zijn. Nou, wat betekent dat voor onze aardappelprijs? Wat betekent dat voor de indekking van onze aardappelpositie naar onze verkooppositie toe? Daar moet de controller een heel goed gevoel voor hebben.